Alle stoffen die we gebruiken moeten in principe getest worden of ze veilig zijn voor de mens. Klassieke manier om dat te doen is sinds de jaren 50 met proefdieren. Zelf denk ik dat niemand graag een dierproef doet. Maar in ons systeem verweven zit dat we antwoorden krijgen op bijvoorbeeld veiligheid van stoffen door het doen van dierproeven. Maar er zijn meer vraagtekens bij dierproeven dan alleen het ethische gedeelte. Namelijk, dierproeven als model voor de mens is niet altijd even betrouwbaar. Mens is nou eenmaal geen rat en de rat is nou eenmaal geen mens. Dat is de uitdaging waar we voor staan, om dat op een andere manier te gaan doen. Er zijn heel veel onderzoeken waarbij je aan AI of aan organoids gewoon veel meer hebt. Ons doel is om meerdere methodes aan te bieden, zodat je als onderzoeker kan kijken wat is voor mijn onderzoek het handigste en wat levert bij mijn onderzoek het beste resultaat op. De hoeveelheid wetenschappelijke literatuur die naar buiten komt, is hoger dan mijn onderzoeker kan bijhouden. En daar wordt nu heel erg veel gekeken om methodes en systemen te hebben die automatisch informatie kunnen scannen en de informatie die nodig is eruit kunnen halen. We hebben natuurlijk nog wel data nodig. AI kan niet soort van dingen bedenken uit zichzelf. Dus we gebruiken data van daadwerkelijke onderzoeken, zoals wat we hier in het lab doen. Dat kunnen we combineren met andere data. Dat voeren we aan AI. En dan kun je een voorspelling doen voor die blootstelling. Ondanks dat het grote plaatje heel erg focust op het dierenleed verminderen, helpt het ook heel erg om gewoon medisch onderzoek te versnellen. En als we medisch onderzoek versnellen op een accurate manier, dat we het efficiënt houden, dan kunnen we ook veel meer mensen helpen. De technologie ontwikkelt zich zo snel dat we binnen vijf jaar eigenlijk al vrij ver zijn wat betreft het proefdiervrij onderzoek. En ik vind het juist leuk dat een hogeschool met een universiteit en een researchinstelling samen aan een onderzoek kunnen werken. Zodat ze samen de vragen van de toekomst op kunnen lossen eigenlijk.